Santosh Singh, hoe gaat het met jou? Goed, meneer Bijlhout, en met u? Met mij goed, jongen. Wanneer was jij voor de laatste in iRide? Was het niet 2011? Ja, het is zo 2011, was ik nog een jonge kerel. Ja, hè? Fantastisch, hey, goed om je weer te zien. Of was jij in de eerste groep, 2010? Dat was het, 2010, eerste groep. Ik kan me nog herinneren bij de STVS, ja. Santosh, hoe heb jij dat eerste voortraject, hoe heb je het doorstaan, jongen? Het was heel moeilijk. Mijn verhaal heb ik in een korte tijd kunnen schrijven, maar om het een structuur te geven, was heel moeilijk. Het was heel moeilijk om een structuur te geven. Met welke structuur had je het meeste moeite? Ik had het meeste moeite met die vijf plot points, want in drie verdelen, dus act 1, act 2 en act 3, ja, is makkelijk. Ik dacht gewoon dat het een verhaal was. Ja, ja. Ik schreef nog in het verleden tijd. Ik had daarmee moeite. Okay. Maar nu begrijp je wel waarom je dat zo moet doen, hè? Ja, dat is helemaal waar. Okay. Toen je je uiteindelijke eindstand zag, wat dacht je toen? Ik had het al eigenlijk door dat ik door zou gaan. Want ja, ik keek naar de eerste dagen toen mensen mochten stemmen. Ja. En dan zag ik Woman de Suriname niet echt vooruit gaan. Het is een heel mooi verhaal. Ja. En ik in het begin ging ik mensen bedelen om te stemmen. Ja. Maar naarmate hand heb ik het gewoon gelaten voor wat het is. Ja. En ik heb geprobeerd om mensen gewoon te laten lezen en te laten stemmen. En ik ben nu erdoor. Okay. En je hebt natuurlijk niet voor het eerst voor de jury gestaan, want je weet precies hoe het is. Weet je nog hoe het toen voelde? Oh, boy, met de Bijlhout, ik kan het niet beschrijven, hoor. Het is echt, je hebt veel suikerwater nodig. Volgens mij, toen jij dat meeschreef, ging het om films van 5 minuten. Nu gaat het om films van 90 minuten. Hoe ga je dat klaarspelen, jong? Ik zeg altijd, where there's a will, there's a way. Ik ben iemand, als ik iets wil in het leven, ga ik ervoor. Het maakt niet uit hoe en wat ik moet doen. Zolang het op de juiste manier gebeurt, ga ik ervoor. En mensen om me heen, zij weten daarvan. Heb je ook die andere verhalen gelezen? Ik heb de andere verhalen gelezen. Van welke was je het meest onder de indruk? Dat van mevrouw, met de naam Eva kwijt. Van Mushoka Du. Oh, jij bedoelt Sarah. Sarah, ja. Sarah, de laatste lijn was gewoon top. Jawel, de laatste zin. Luister, ik heb nog maar één ding te doen, want ik weet, jij bent al een beetje gewend met de jury. Ik heb nog maar één ding te doen en dat is jou. Veel succes, mensen. Dank u wel, meneer Bijlhout. Ik heb het hard nodig.